nu de Partij van de Arbeid op dit pad verder gaat en zich afkeert van de kiezer en afkeert van haar afspraak, zal ik het partijbestuur en het fractiebestuur laten weten dat ik met onmiddellijke ingang mijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid opzeg, dat ik mijn lidmaatschap voor de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid opzeg. Dat doe ik met heel veel verdriet. Ik ben vanaf mijn 16e lid van de Partij van de Arbeid. Ik heb in alle hoeken van het land voor die partij gewerkt. Maar ik vind, een Partij van de Arbeid moet trouw zijn aan zichzelf, moet respect tonen aan zichzelf. En ze gaat nu een kant op die ik niet langer kan dragen, omdat ik vind dat we een open partij moeten zijn. Zeker nu het zo moeilijk gaat met de Partij van de Arbeid. En ik zal daarom het partijbestuur en het fractiebestuur laten weten dat ik mijn lidmaatschap opzeg. Dat ik mijn lidmaatschap van de Tweede Kamerfractie opzeg. Dat ik vooralsnog lid blijf van de Tweede Kamer en dat ik mij de komende tijd zal gaan beraden over mijn toekomst, al dan niet in de politiek.